Ja, rode EC natuurlijk. Dus uh, nou, we zaten met de staf uh, bij mij allemaal thuis uh, te kijken. En, uh, ja, natuurlijk, uh, ja, wat, wat rolt er uit, de, uit dat balletje om het zo maar te zeggen? Nou ja, prachtig dat het rode EC is. is natuurlijk uh, een groot club. Uh, doet het hartstikke goed nu in, in hun competitie. Nou ja, dan, dan gaan veel mensen op afkomen natuurlijk. Want iedereen zo nieuwsgierig zijn uh, wat dat gaat worden. Bed, trainersvisie. Afgelopen week een drukke week geweest voor uh, DVS. Twee wedstrijden gespeeld. Uh, Afgelopen woensdag een uh, overwinning, 1-2. Afgelopen zaterdag een uh, verliespartij, 0-1. Uh, 1-0 moet ik zeggen, in het voordeel van uh, Kickboys. Ik wil eerst naar uh, woensdagavond. Graag jouw verhaal over woensdagavond. Wat, uh, wat overheerst nu op dit moment het meest? Nou, als je alleen naar die woensdagavond kijkt, dan uh, ben je vooral heel trots. Dat je, dat je met de ploeg uh, ja, de volgende ronde hebt weten te bereiken. Dus het hoofdtoernooi. Vooral de manier waarop. Dat, uh, je hebt wedstrijden waarbij het voetbal soms niet altijd lukt. Uh, onze groep heeft ontzettend veel veerkracht getoond in dat duel. En uh, ja, dat heeft uiteindelijk geloond in, in, in een 1-2 overwinning. Uh, de wedstrijdspanning, alles wat erbij kwam kijken, hoe de spelers daarmee omgingen, ja, dat, dat, dat is iets extra's wat je niet snel in een competitieduel uh, meemaakt. Dus uh, enorme ervaring voor een ieder. En uiteindelijk dan de beloning dat je in het hoofdtoernooi mag. Ja, dan ga je zaterdagavond televisie kijken. Dan zit je met z'n allen voor de buis. En dan, uh, wie, uh, wie loten we dan? Ja, rode EC natuurlijk. Dus uh, nou, we zaten met de staf uh, bij mij allemaal thuis uh, te kijken. En uh, ja, natuurlijk, uh, ja, wat, wat rolt er uit, de, uit dat balletje om het zo moeten zeggen? Nou ja, prachtig dat het rode EC is. is natuurlijk uh, een grote club. Uh, doet het hartstikke goed nu in, in hun competitie. Nou ja, dan, dan gaan veel mensen op afkomen natuurlijk. Want iedereen zal nieuwsgierig zijn uh, wat dat gaat worden. Had je niet liever eerst nog een amateurclub gelood? Ja, dat hoor je meer. Hè? Dan is het voor het financiële gedeelte natuurlijk uh, interessanter. Ja, kijk, uh, wat is zeker in, 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 in de beker? Kijk maar naar de tussenrondes. Daar winnen uh, clubs uit lagere uh, competities winnen van hogere uh, clubs. Dus uh, je weet ook dan niet zeker dat je doorkomt. Uh, maar goed, nogmaals, als je 5 mei in de finale wil staan, moet je deze ook winnen. Ja, dan maar tegen een club in de keukenkampioendivisie. Ja, prachtig hè? Ja. Ja. Nou, even naar afge na afgelopen zaterdag. En, uh, ja, eigenlijk een valse start. Ehm... Um, uh, heb je toevallig het interview gezien uh, met Powell met TV West? Nee, ik heb daar niet van meegekregen. Nee. Okay. De journalist vraagt aan hem um, uh, waarom staat je niet met, uh, met Powell, want uh, het is toch de angstkeken naar een cultistief. En uh, Powell kon daar zelf geen antwoord op geven en vroeg van, hey, uh, dan moet je aan de trainer vragen. Hey, ik sta bij de trainer. Wat is daarop uw antwoord, trainer? Nou ja, kijk, intern weten we waarom jongens wel of niet spelen. En uh, Berry is uh, laat bij de groep gekomen. Uh, het elftal draait uh, fantastisch. Uh, en dan laat je niet door één nederlaag of zo in één keer in verwarring uh, brengen. Berry is net bij de groep gekomen. Het uh, gaat hartstikke goed met hem. Uh, fysiek, mentaal en voetbalend uh, helpt hij ons enorm. Maar uh, op dit moment, en zeker tegen Quickboys, hadden we hem uh, nog niet nodig om het zo maar te zeggen. Dus kun je achteraf zeggen, ja, je had hem moeten opstellen. Maar nee hoor, wij geloven in onze eigen visie, onze speelwijze. En uh, Berry kent zijn rol daarin. En uh, we zullen natuurlijk nog heel veel gaan genieten van Berry. Maar wanneer hij in de basis staat of dat hij wissel zit, dat uh, zien we allemaal weer. Je hekelde nogal het, uh, de omstandigheden, las ik. Het uh, gras was te lang, maar dat geldt toch voor beide ploegen, uh, bed? Oh, nou ja, in zoverre ze vroegen van wat vond je van de omstandigheden. Ja, nou ja, het was gewoon een loodzwaar veld, er lag er net nieuw in, het gras was vrij hoog. Nou ja, iedereen weet dat dat voor ons wat nadeliger is dan, ten aanzien van onze speelwijze dan dat Quick Boys daar last van heeft. Want die zoeken er toch wat meer door de lucht, om het zo te zeggen. Maar, nou ja, hekelen. Kijk, het, het hielp even niet als je meeneemt dat je woensdag natuurlijk ook nog zo'n zware pot in de benen had. Maar dat is allemaal... Valt dat weg op het moment dat je 1-0, 2-0 voorkomt, dan herken je die vermoeidheid niet. En, uh, het veld was stroperig, we kwamen nooit lekker in een ritme. Uh, we deden het gewoon niet goed, met z'n allen niet. En, uh, nou, laat. Ja, ik zoek eigenlijk naar een, een, een beetje een. Uh, ja, het, waarom waarom hebben we zaterdag verloren? Nou, ten eerste vind ik dat we uh, onszelf enorm tekort hebben gedaan door niet het spel te uh, spelen wat we kunnen. Uh, we konden niet goed tussen de linies doorvoetballen, we waren niet scherp genoeg in de duels, uh, we hielpen elkaar onvoldoende, afspraken werden niet nagekomen. En die werden niet nagekomen omdat men dat niet wou, maar men kon het gewoon soms niet. En Koosman uh, even voor zichzelf, en ja dan verlies je de teamgedachte. Nou, we konden niet die, uh, die effort aan, erin leggen die we op die woensdag hebben kunnen brengen. Uh, en het is natuurlijk wel zo dat op het moment dat je wil promoveren richting de tweede divisie mag je en moet je veel meer van elkaar gaan eisen. En moet je in ieder geval vanuit kunnen gaan dat iedereen zijn afspraken nakomt. Uh, nou, daar, dat, daar heb ik zaterdag te weinig van gezien. De wil was er wel, absoluut. Dat heb je ook gezien. Tot aan het einde van de wedstrijd uh, zijn we ervoor gegaan. Maar kwalitatief was het uh, zwaar onder de maat. Uh, dus werk aan de winkel voor deze week richting de dijk. Uh, ken je die ploeg? Nou ja, we hebben natuurlijk wat scoutingswerk verricht en je, je leest wat. En, uh, het is natuurlijk totaal een totaal nieuw uh, team. Echt, echt een team uh, van 26, 25 nieuwe spelers. Uh, nieuwe trainer erop. Dus, uh, maar goed, technisch begaafde uh, ploeg. Uh, veel jonge jongens die uh, tot veel in staat zijn. Uh, uiteraard hebben ze met elkaar nog niet de historie die, die wij dan als team hebben. Uh, maar wat dan ook, wij moeten in ieder geval laten zien uh, dat afgelopen zaterdag niet het niveau was wat we willen spelen. Dat mogen we hier thuis laten zien wat we wel kunnen.